Kebbes! Krijg nou. Hé, hey, kijk deze stomme blauwe aardappel. Cricket niet aankomen! En boep. Nee! Wat is er mis met jou, jongen? Weet ik niet, ik denk een heleboel. Heb je nooit gehoord van de vloek van de blauwe aardappel? Wat? De vloek van de blauwe aardappel heeft mensen jarenlang geteisterd. Wie de blauwe aardappel in zijn bezit heeft, is vervloekt. Vervloekt met ongelukkig onheil. Iedereen die de aardappel in zijn bezit heeft gehad, is iets vreselijks overkomen. Die pieper is slecht nieuws, Cricket. Jij roept grote ellende over ons af. Ah, doe niet zo belachelijk, Omi. Het is maar een aardappel. Maar als u het fijn vindt, zo, weg voor altijd. Wat een mooie dag. Dat blauwe ding zien we nooit in de de blauwe aardappel. Oh nee, hij is teruggekomen. Bestaat de vloek dan echt? Natuurlijk bestaat die, sufkop. Wat moeten we doen? Hoe verbreken we de vloek? We moeten een ritueel uitvoeren. Ik moet slangengif hebben, aarde van een vers graf en zure room. De eerste twee zitten in mijn tas, maar je zus eet mijn zure room telkens op. En die heb ik nodig voor mijn taco's. Zei u iets? Ja, kunnen we hem niet gewoon vernietigen? Nee, als je hem vernietigt, blijf je voor altijd vervloekt. Dan heb je de rest van je leven ongeluk. Hé, waar is die heen? Hij is weg.